Welkom bij Iedereen kan haken en vandaag gaan we breien. Nee hoor, we gaan niet breien, we gaan deze laatste lus zeg maar van het afkanten gaan we, ja, we gaan netjes kijken hoe dat we die lus nou wegwerken zonder knoopje, want soms dan, ja, dan doe je gewoon eigenlijk de draad door het de lus. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog. En nu gaan we dan even de afwerking van de sok, de boord. Die gaan we uitleggen. Dus ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ja, die duimpjes omhoog. En als je vragen hebt, zet die onder de video. Ik zal ze altijd zo snel mogelijk beantwoorden. En nu gaan we dus deze laatste afwerking, die gaan we even uitleggen van, ja, hoe doe je dit nou zonder dat je eigenlijk gewoon hup de draad door de lus doet en ja, je eindigt eigenlijk met een knoop op het einde van je sok en dat vindt niet iedereen even mooi en ik ook niet, dus ik ga het nu uitleggen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig om deze lus, of tenminste om de afwerking netjes van je sok te laten maken, een stopnaaldje en een schaartje en dat is het. Ik ga de sok, die had ik in een malletje zitten, daar ga ik hem even uit halen, zo, dus het malletje eruit. Kijk, dit is de sok en dit is de mooie elastische boord. Hoe dat ik die elastische boord heb gebreid en afkanten, het afkanten dus, dat heb ik in een andere video uitgelegd. En nu gaan we dus die laatste lus gaan we netjes afwerken. Dan ga ik wel eventjes mijn schaartje pakken om het even iets makkelijker te maken. Dus je knipt je draad af, je pakt je stopnaald. En ja, ik heb hier nog het elastiek erbij. En dan gaan we nu die laatste lus, die gaan we netjes afwerken. En dat houdt in dus, kijk, dit is die mooie afkant methode die in een andere video staat. Maar dan ga je eigenlijk die lus, je steekt hem in die eerste steek, steek je je stopnaald in, dat je twee lusjes hebt. Daar steek je hem in, dus dan trek je hem netjes door. En dan gaan we van bovenaf in de lus steken. En dan trek je hem voorzichtig aan. En dan gaan we weer die twee lusjes pakken. En dan trek je hem weer voorzichtig aan. En dan ga je weer van bovenaf erin. En dan is het net een echte afgekante breisteek en dan ga je het afwerken en dan pak je weer die twee lusjes van de steken voor en dan pak je weer die twee lusjes van de steken voor en dan weer de twee lusjes zo en je pakt je schaar en je knipt af. Waar is mijn schaar? Ja. Zo. En je hebt hem netjes zonder dat je een knoopje,
Kijk, en deze die kan je nog even iets netter afknippen. Zo, ook het elastiekje. Zo, en dan heb je je boord afgekamd, tenminste het afkanten heb ik in een andere video uitgelegd, maar je hebt hier in ieder geval geen knoopje en dan heb je een mooi boord met mooi afgekant afgekante elastische band. Dus dit was weer een video van Iedereen kan haken en soms ook breien, en dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Tot ziens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video!